Hartelijk welkom bij alweer de volgende fotobespreking. En deze keer gaat het over Ameland. Ik heb een heleboel waddenweekenden georganiseerd op Schiermonnikoog en op Terschelling. En voor het eerst dit jaar ben ik naar Ameland gegaan. En dat was een wat nieuw weekend met nieuwe invalshoeken, met nieuwe aandachtspunten, meer een gevorderde weekend. Want ik merkte dat er een beetje een soort gat was tussen de weekenden die ik op Schiermonnikoog doe, waar vooral landschappelijk en macro en nachtfotografie centraal staan. Wat meer de wat technische kanttekening, dus wel echt het leren fotograferen of wat anders het ontwikkelen in fotografie, maar op hele specifieke vakgebieden. Versus mijn waddenweekend op Schiermonnikoog, wat helemaal gaat over projectmatig werken. En dat projectmatig werken gaat natuurlijk helemaal vanuit je eigen project, je eigen visie, je eigen verhaal, documentaire of non-documentair. Maar daar zat gevoelsmatig een beetje een gat tussen. Heel veel mensen vonden de volgende stap een hele fijne. Maar ik merkte ook dat er mensen net de stap naar het projectmatige werken te groot vonden. En deze keer hebben we dus een nieuw weekend georganiseerd op Ameland in januari. Winters weekend op Ameland, hele eiland voor jezelf. En wat hebben we daar gedaan? We zijn bezig geweest met een aantal wat meer gevorderde manieren van fotografie, of eigenlijk gevorderde aandachtsgebieden binnen fotografie. Een van de dingen was gelaagdheid. Hoe krijg ik meerdere dimensies in mijn beeld? En het volgende wat ik heel graag met de mensen wilde doen was een soort stappenplan. Hoe bouw je nou je foto op? Je staat ergens en dan. Hè, er ontstaat een idee, er ontstaat een visie. Je krijgt een stuk techniek. Maar je krijgt niet alleen techniek, maar je krijgt ook waar ga ik staan? Wanneer ga ik er staan? Wat voor licht ga ik gebruiken? Wat voor standpunt ga ik innemen? Welke brandpuntsafstand ga ik innemen? Etcetera, etcetera, etcetera. Een heleboel verschillende stappen die je eigenlijk vanaf daar leiden tot uiteindelijk die klik in die camera. Dus dat was het weekend, het aandachtspunt. En we hebben hele leuke dingen gedaan. Onder andere een hele geweldige opdracht in het dorp. Jawel, Johan is natuurfotograaf, maar zij het dorp ingegaan. Nou, die opdracht, die blijft eigenlijk een beetje lekker buiten schot. Dat is een soort verrassingsopdracht. Dus mocht je volgend jaar meegaan, ben je van hartelijk welkom. Ik ga hopelijk binnenkort de nieuwe data bekendmaken voor 2025, maar dan weet je alvast wat er op stapel staat. Een hele enthousiaste groep. 8 mensen die heel enthousiast hebben meegedaan, hebben gefietst, de weer en wind hebben doorstaan. Er zijn zelfs de kwelders in geweest, met dank aan het feit dat er mensen ook met de auto mee waren. Kortom, we hebben een fantastisch weekend achter de rug. En ik ga jullie meenemen bij wat bespreekfoto's daarvan. Nou, we gaan beginnen bij de eerste selectie en dat is deze. Daar is niets bij geschreven. Niet iedereen heeft er vragen bij geschreven. Dus we gaan gewoon lekker beginnen met de eerste foto. En dat is dit beeld. Ik ga even wat. Kijk, ik ga het eventjes zo neerzetten. Dan kan ik mijzelf mooi in dat onderhoekje proppen, zeg maar nu. Een landschappelijk beeld van het strand met een duin ervoor. En wat je heel leuk ziet is een soort doorkijkje richting achteren naar die mensen toe. En daardoor, door die extreme perspectief, hè, wat hebben we hier aan brandpuntsafstand? 17 mm is hier gekozen. Dat extreme perspectief en die extreme brandpuntsafstand zie je dat er een soort extreme verhouding ontstaat tussen een voorgrond, die natuurlijk eigenlijk in werkelijkheid vrij klein is, en een achtergrond met mensen die natuurlijk in feite heel groot zijn. Alleen door dat extreme perspectief zie je gewoon dat die mensen op de achtergrond ontzettend klein lijken. En dat geeft wel een hele leuke wisselwerking. Want dat geeft wel een soort, je zet je kijker als het ware een beetje op het verkeerde been. Maar tegelijkertijd maakt dat het ook ontzettend moeilijk om aan de slag te gaan met groothoek. Groothoek is gewoon ontzettend lastig. Wat ik leuk vind is dit doorkijkje. Dat doorkijkje hier aan die rechterkant. Want daar kijk ik in feite doorheen naar achteren. Daar tunnel ik mijn visie. En als het ware heb ik het gevoel dat ik zo langs die sprieten naar achteren kijk. En vervolgens jou daar in de verte op het strand zie staan. Wat ik tegelijkertijd ook dan zie, is dat mijn blik ook naar links wordt gedwongen. Want links zie ik ook mensen. Mensen trekken aandacht. En dat heeft niks met jullie te maken. Maar het is gewoon zo, op het moment dat ik een mens zie in een beeld, trekt dat aandacht en dan gaat mijn blik ernaartoe. Dus zelf zou ik waarschijnlijk hebben geprobeerd om mijn camera ietsjes naar rechts te draaien. Waardoor ik wel dat hele mooie doorkijkje had gehad, maar hier aan de rechterkant mis ik een stukje kadering. Ik zie daar sprieten naar binnen steken. Die had ik eigenlijk helemaal op willen hebben, zodat ik
daar ook een stukje kadering heb. En echt dat gevoel van voor naar achter. Ik kan me zelfs een staand beeld hier voorstellen. Maar eigenlijk, als ik hier nu wat zou moeten gaan doen, ik zou hier een stuk ingezoomd hebben. En dan kan ik mij voorstellen, even dat uitzetten. Dan kan ik mij voorstellen dat je zegt van, goh, ik ga dat meer op deze manier doen. Kijk, ik ga dat meer op deze manier doen. En dan zie je al dat nu op dit moment mijn blik echt gericht wordt. Ik ben die mensen aan de linkerkant ben ik kwijt. Mijn blik wordt nu veel meer gericht. Ik kijk veel meer nu naar achteren door. En ik heb ook veel meer het gevoel dat ik nu uiteindelijk eindig bij die mensen die daar op het strand staan. Maar nog, ook al vind ik dit al een stuk fijner, dan nog vind ik het jammer dat aan de rechterkant die sprieten afgesneden zijn. En het liefst had ik daar ook dat stukje helmgras gehad, waardoor je echt die kadering had en mijn blik naar achteren had gehad. En had je echt die, in dit geval letterlijk, verschillende lagen gehad. Namelijk de voorgrond, een midden en een stukje achter. Ga ik naar het volgende beeld, dat is deze. Ja, het was, we stonden daar even, voor een kleine anekdote, we stonden daar op het strand. En het weer, nou ja goed, je zult het waarschijnlijk hetzelfde hebben gehad als we hebben gehad. Het was natuurlijk de afgelopen maanden ontzettend lastig met mooi weer. Maar ineens breekt even die zon door. Het is avond bij die zonsondergang en ineens breekt die zon door. Apocalyptische lucht, we hebben hagel gehad, we hebben regen gehad. Maar ineens breekt dat door. En wat zie je? Laagstaande zon, die palenrij op dat strand van Ameland. En ineens zie ik daar vervolgens die prachtige lange schaduwen ontstaan. Ja, nou ja, niet alleen ik, maar de maker in dit geval ook. En ik vind het echt wel heel gaaf, want die schaduwen die zijn eigenlijk bijna nog interessanter dan de palen zelf. De palen zelf zijn achter elkaar, maar door die schaduwen krijg ik ineens het fenomeen dat ze los zijn van elkaar. En dat vind ik heel erg leuk gekozen. Wat ik iets jammer vind is aan de linkerkant dat die net die paal is afgesneden. Maar goed, daar kunnen we misschien met wat kunst en vliegwerk zouden we kunnen zeggen, ja, ik ga misschien, weet je, doe ik het een beetje zo, zie je? Wat vooral een beetje wrikt, is dat linksonder, dat vlekje daar in beeld. Maar goed, als ik het nou eens een klein beetje zo doe, misschien een klein beetje zo, dat ik wel die paal, die ze aan die rechterkant, die paal erbij hou. Kijk, nu zie ik ineens dat mijn blik veel meer naar achter wordt getunneld. Ik zit een klein beetje met deze rechterkant. Ik had mij kunnen voorstellen, ja, dan ga ik natuurlijk even uit verhouding kroppen, daar hou ik eigenlijk normaal helemaal niet zo van, maar ik kan me ook voorstellen dat je zegt, ik doe toch iets meer dit. En dan misschien zelfs je blik iets gedraaid. Dat weet ik niet exact, want je hebt natuurlijk echt gekozen van voor naar achteren. Maar daardoor zie je nu wel dat er iets meer balans in het beeld ontstaat. Ik miste een beetje de balans. Wat ik overigens prachtig vind, is de zon die op dit moment die duinengalerij beschijnt. En vervolgens die prachtige mooie wolkenlucht erachter. Dus ook een hele gaaf beeld waarbij het vooral de schaduwen zijn die in dit geval de interessante onderwerp maken. Deze hebben we op de kwelder gemaakt. Naar de kwelder zijn we naartoe geweest. Het was ook een lastige ochtend. Het was koud, het was guur, het was leeg. En het grappige was, daardoor was het moeilijk. En ik heb bij heel veel van jullie gehoord, en dat vind ik het leuke er ook van, het was lastig, ik vond het moeilijk hier en daardoor werd ik enorm uitgedaagd. Een workshop, een weekend organiseren met prachtige mooie zonsondergangen, apocalyptische luchten, halleluja licht met z'n allen. Weet je, dan is het prijsschieten. Maar dat was het niet. Het was niet prijsschieten. En dat is misschien ook wel, misschien minder voor jezelf voldoening van, goh, wat een prachtige foto's of in ieder geval wat een prachtige omstandigheden. Maar daardoor ben je wel met z'n allen een stuk verder gegaan. En dat heb ik gemerkt. Jullie hebben ontzettend hard gewerkt. We zijn een stuk verder gegaan. En dat zie je hier ook. Het was zoeken naar mooie onderwerpen. Wat ik heel mooi vind is die slinger die erin zit. Die slinger van voor naar achter van dat slenkje. Het was laag water, dat slenkje wat je naar voren ziet. Dat bijna fluoriserende groen van dat gras. En vervolgens die hele donkere lucht. Mooi nabewerkt, want ik weet dat het best wel lastig was op dat moment. Ik denk dat je de breedte misschien zelfs nog wel iets meer kunt benadrukken door te zeggen, ik pak hier een 16:9 krop. Dan ben ik natuurlijk wel ergens, raak ik iets kwijt. Maar je ziet dat je daarmee de breedte wat meer benadrukt. Zie je? Dat is iets meer breedte. Maar verder vind ik het een mooie compositie. Mooi in balans gezet. Hard gewerkt en goed gezien. Laatste. Jawel, toen hadden we op het wat wel een mooie zonsondergang. En de hele groep vloog volledig uiteen. Ja, dan is het voor mij natuurlijk als workshopleider ontzettend lastig. Ik probeer iedereen zo goed mogelijk te bedienen. Maar tegelijkertijd, ja, als iedereen in een straal van misschien bijna een kilometer lekker zijn gang gaat. Dus ik heb helaas hier niet bij kunnen zijn. Jij bent helemaal naar rechts gegaan. Waarbij je de
overgang van wat naar strand te pakken had met die enorme indrukwekkende grote basaltrijen. Prachtig hoe die vogels daaronderin zitten. Wat je wel merkt in dit beeld is de lichte vlek van de lucht wreekt zich hier. En je hebt hier een filters gebruikt. Hè, dat zie ik eigenlijk aan de kleurzweem. Dit is een beetje kleurzweem, dus ik vermoed dat dit geen glasfilters zijn geweest, maar kunststoffilters. En je ziet een bepaalde paarsige zweem doorheen. Maar tegelijkertijd blijf ik een enorme harde vlek in de lucht zien. En wat ik erg jammer vind, je hebt geprobeerd in de nabewerking die lichte lucht wat minder te doen. En daardoor krijg ik, omdat dat glasharde wit, dat blijft wit. Kijk, ik kan hem helemaal naar beneden doen. Je ziet dat dat echt een vlek is. En die blijft een vlek. Dus in dit geval, wat je dan eigenlijk moet doen, ondanks dat je het misschien niet wil, is toch dat wit dan maar. Kijk, zie je wat ik nu doe? Nou trek ik dat witpunt helemaal naar rechts. Maar, en dan zal ik even inzoomen, als ik dat niet doe, zie ik hier zo'n randje zitten. En dat heeft ermee te maken dat hij in feite alles donkerder maakt wat hem lukt in het dynamisch bereik. Maar in bijten het wit is uitgebeten wit, blijft uitgebeten wit en wordt dus nu een soort grijs zweem. Maar als je dit nu juist helemaal naar rechts trekt, dan zie je dat eigenlijk alles weer overbelicht. Maar tegelijkertijd zie je dan ook dat je die rare randen kwijt bent. Als het niet lukt, dan maar heftig wit maken. Ik zeg niet dat dit mooier is, maar het komt wel wat meer bij het gevoel wat we als mens hebben. Als we die zon kijken, dan knijpen we ook een beetje met ons ogen. En dat krijg je nu ook een beetje. Ik zie wel dat er een enorme kleurzweem overheen zit. Dus wat je dan doet, als je zo'n filter hebt, is dat je daar een grijs verloopfilter overheen trekt. Gewoon met in de nabewerking. En vervolgens ga je gewoon kijken of je die een beetje, vaak is het een magenta-achtige zweem, die ietsjes naar het groen kan trekken. Misschien zelfs een klein beetje naar het blauw kan trekken. Nou, dat is te veel blauw. Dus een beetje. Ik kan hem ook eens naar het gele trekken. Dan zie je dat de hele foto wat geliger wordt. Maar je ziet nu eigenlijk al dat die foto wat natuurlijker oogt. Ik zal even het verschil tussen beide laten zien. Haal ik even dit weg. En dan zet ik dit zo en zo neer. Kijk, zie je dat jouw foto lijkt heel donker, maar tegelijkertijd zit daar die lichte vlek en die heb ik juist in de rechterfoto gewoon weer teruggehaald, dat het echt overbelicht wit is, waardoor je echt in die zon kijkt. En tegelijkertijd heb ik geprobeerd iets van die kleurzweem weg te halen, maar het is best wel heel lastig. Een HDR-opname, een exposure bracketing, had hier misschien beter geweest. Of misschien zelfs keuze om die zon niet mee in beeld te nemen, iets meer in te zoomen. En je misschien te richten op alleen die vogels die daar waren geweest, met die mooie lichte lucht erachter. Had ook een keuze kunnen zijn. We gaan naar de volgende beelden. Dat zijn deze. En dan ga ik heel eventjes kijken of daar iets bij geschreven staat. Hoi Johan, nogmaals bedankt voor het leerzame weekend op Ameland. Erg van genoten. Wij gaan 2 foto's voor de bespreking. Ik wilde graag aan de slag met lange sluitertijden en zwart-wit. Van beide een foto. Ik vind ze beide niet echt spannend. Een beetje saai. Wat zou ik kunnen doen in de nabewerking om ze wat sprekender te maken? Nou, laten we eens kijken. Lange sluitertijden en zwart-wit. Nou, we pakken eerst deze, het zwart-wit beeld. Nou heb je natuurlijk niet, nou kijk, je hebt, en dat is natuurlijk vrij vriendelijk, je hebt mij ook het, dit is het originele beeld en je hebt mij er ook de X en P bij geleverd. Dus we kunnen heel stiekem kijken hoe het origineel eruit zag. Dat is deze. Dus ik pak even deze beet en ik maak gewoon eventjes een virtuele kopie. Dat is het makkelijkste. En dan zal ik eens even kijken hoe ik zelf. Wat je merkt inderdaad is dat er wat vrij vlak is. Zwart-wit valt en staat bij uiteindelijk vrij heftige contrasten. Dus ik denk dat als ik deze eventjes even reset, moet ik eerder bekennen dat ik het kleurenbeeld misschien nog wel heel veel spannender vind. Ja. Kijk, als ik die een klein beetje de highlights eruit haal. En een beetje kijk eens wat er dan gebeurt, joh. Vind ik ook wel een heel spannend beeld. Oh, dan ga ik iets stiekem doen, want jij wilde natuurlijk per se met zwart-wit aan de slag. Ik vind die 16:9 uitsneden van jou erg mooi. Nou heb je ervoor gekozen zelf om aan de linkerkant behoorlijk die schaduwen eruit te halen. En ik moet eerlijk bekennen, ik zou iets minder die schaduwen eruit. Maar goed, dit is niet jouw opzet. Ik vind het wel mooi overigens. Maar weet je, we gaan het gewoon nog een keer doen. Ik pak even deze nog een keer als een virtuele kopie. En nou, de krop, nogmaals, die zou ik zelf, ik weet waarom jij dat hebt gedaan, iets hoger gekropt, want je zat met die 2 voetstappen hier links, hè. Zie je die 2 voetstappen, die wilde je er graag uit hebben. Maar desondanks vind ik zelf,
ik zou hem niet iets minder krap nemen aan de onderkant. Ik ga dit eventjes weer resetten, want dat wil ik natuurlijk allemaal niet. En dan gaan we eerst eens eventjes naar de zwart-wit variant. Dit is gewoon zwart-wit. Nou, wat ik zelf sowieso ga doen, dat is natuurlijk het mooie van zwart-wit, is dat je natuurlijk met die kleurkanalen kunt spelen. Je kunt zelf besluiten, je kunt hier dat dingetje aanklikken, je kunt zelf besluiten, dit is bijvoorbeeld blauw. Je kunt blauw helemaal naar donker trekken. En dan ga ik blauw helemaal, of je kunt blauw helemaal naar wit trekken. Nou, ik denk zelf dat de lucht wat donkerder maken, dat dat best wel een hele mooie kan zijn. Bijvoorbeeld dit en dit zo, weet je, en dan dat een beetje helemaal door. Nou, valt het wel mee hoe donker die lucht uiteindelijk wordt? Hiervoor, die voorgrond, ja, je wil natuurlijk dat contrast bij die palen, dat wil je natuurlijk extra naar voren zetten. Nou vind ik wel, dit is ook een beetje aan de lichte kant. Maar kijk, als ik nu dat geel naar beneden trek, ja, buiten dat dit natuurlijk vreselijk lelijk is, zie je dat de voorgrond ook meekomt. Dus dat zou ik eigenlijk liever niet doen. Dus ik denk dat ik nu langzamerhand even terug ga naar de gewone bewerking. Ja, ik ga niet te veel die highlights eruit halen, want dan krijg ik een beetje dit gevoel. Dat wordt natuurlijk erg lelijk, dus ik doe iets de highlights eruit. Maar we gaan vooral naar dat contrast toe, naar dat contrast boosten. En dat kan ook altijd erg mooi zijn, is dat lokaal contrast of die helderheid of die clarity. Moet je kijken, als ik die helemaal opschroef, zie je dat er een soort wat harder contrast op staat. Je kunt zelfs spelen met de dehaze, oftewel de... Maar ja, dat weet ik niet of ik dat nou uiteindelijk erg vrij vind. Het zou kunnen, maar dan zou ik misschien de schaduwpartij wat moeten optrekken. Kijk, het contrast wordt nu een stuk harder. Niet te hard maken, maar het contrast wordt wat harder, waardoor die lijnen hoe zou ik het eens noemen? Die lijnen worden nu iets crispier. Als ik nu even deze vergelijk met die van jou, en dan ga ik dat even zo laten zien. Kijk, zie je dat de rechter is nu van jou? Zie je dat jouw beeld nog wat vlakker is qua contrast, veel grijs tonen? En dat ik in mijn bewerking gewoon wat harder heb aangezet. Nog meer dat zwart, nog meer dat wit. Zodanig dat het gewoon wat crispier wordt aan alle kanten. Dus ik denk dat het best wel kan, maar spannender krijg je het met name door de contrasten harder te maken. Je kunt zelfs nog, maar goed, dat moet eventjes, moet je kijken of je dat zou willen. Je kunt zelfs met... Even kijken, deze was van mij. Je kunt zelfs besluiten bij de effecten om te zeggen, weet je, ik geef er zelfs nog een beetje wat vignettering aan vast. Vind ik zelf ook al fraai. Zoals altijd, ik zet alle foto's, zowel de bewerkte als de onbewerkte, oftewel de foto die ik heb aangeleverd gekregen en de foto die ik zelf nabewerkt heb, zet ik op mijn website. Zit je nou op het YouTube-kanaal, klik hieronder, dan zie je de link naar de website en daar zie je alle foto's weer naast elkaar. Zit je op mijn website, scroll even naar beneden en dan kun je de bewerkte en onbewerkte foto's zien. Wederom, zoals altijd, mijn bewerking is niet per se beter, maar geeft gewoon aan wat meer mogelijkheden zijn. Vind je dat mooi, kun je het naspelen. Vind je het helemaal niks, even goede vrienden. Het is dus niet de bedoeling dat mijn bewerking de absolute prachtigste dingen worden. Maar goed, dat even terzijde. Volgende beeld met lange sluitertijden. Ook daar zeg je van, goh, ik vind het niet zo spannend. Nou, ik ga heel even kijken als ik een reset druk. Dit is het originele beeld. Je hebt het iets natuurlijk aangezet, of het contrast iets geboost. Je zou natuurlijk ook kunnen kijken van, wat zou er gebeuren als ik hier ook een zwart-wit van maak? Ik vind dat misschien nog wel een hele interessante, want de kleuren zijn niet zo vreselijk spannend. We kunnen eens kijken, als ik gewoon verder ga met jouw bewerking, en ik ga dan zeggen van, goh, ik ga hier een zwart-wit van maken. Wat mij in eerste instantie even verbaast is dat hij trekt wat krom. Zie je? Hij zit, de horizon is wat krom. Ik heb het idee dat zelfs de horizon überhaupt wat bol loopt. Dan heb jij misschien de lenscorrectie wel. Heb je de lenscorrectie aangezet? Ja, die heb je aangezet. Maar de distortion, ik heb het idee dat we die distortion nog best wel. Dat hij iets te veel distortion geeft. Kijk, als ik dat wat minder doe, heb ik het idee dat de boel wat rechter staat nu. Gevoelsmatig. Dus een beetje spelen met die distortion, oftewel die botonvormige vervorming. Nou kan ik weer naar die black and white, naar die kleurkanalen toe gaan. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen, hé, die lucht... Oh, kijk, zie je wat er gebeurt? De lucht en de voorgrond hebben blijkbaar dezelfde kleur. Maar die kan ik bijvoorbeeld misschien best wel naar heel licht toetrekken. Ik denk dat dat best wel interessant is. Nou kijk, ik wat hier bijvoorbeeld de kleuren die hier zitten... In die stenen, ja, die zijn best wel heel licht. Die kan ik eventueel wat donkerder maken. Geen idee wat hier in de achtergrond gebeurt. Dat kan misschien ook wel. Dat zijn die duinpartijen daar. En op die manier wordt natuurlijk het geheel nog wat extremer.
natuurlijk even lastig om nu... Ik maak weer die helderheid, die clarity gooi ik wat omhoog. Kijk wat de dehaze doet. Nou, dat vind ik niet zo mooi. Is het nou beter? Ik weet het niet. Het is, met alle respect, gewoon toch een niet zo'n heel spannend totaalbeeld. Door er op dit moment met zwart-wit aan te werken, geeft het wel een soort sereniteit, een soort rust. Maar het blijft gewoon niet zo ontzat. Er is eigenlijk, ja, er ontbreekt eigenlijk, er zou eigenlijk hier iets moeten zitten, nog een extra steen of een paar vogels die daar zitten. Het is gewoon toch niet het meest spannende compositiebeeld. Ja, en dan kun je hijsteren tot je non zweegt. Maar het licht is gewoon niet zo heel spannend. Compositie is een hele mooie belofte. Alleen op een of andere manier ontbreekt er toch nog net even een spannend element. Ik zet ze weer naast elkaar en dan kun je er zelf naar kijken. We gaan weer naar de volgende. Eens even kijken. En de volgende zijn deze. Nou weet ik dat daar niets bij geschreven staat. Ook dit zijn weer een voor en een na. Dus ik heb hier zowel een beoordeling. En ze geeft twee beelden. Ga ik even kijken, want dit is een JPEG. En dit is ook een JPEG. En dan zie je dat daar wat nabewerkt aan is. Dit is waarschijnlijk het origineel en dit is waarschijnlijk de nabewerkte. Kijk. Nou, wat ik dan even doe, ik pak gewoon even het origineel te pakken. Nee, ik pak gewoon even jouw nabewerkte beeld. Laat ik, weet je, en dat is uiteindelijk het beeld dat jij hebt ingeleverd. Je hebt helaas niets erbij geschreven, dus daar kan ik niet zo heel veel mee vertellen. Wat ik ongelooflijk leuk vind, is die palerij die uiteindelijk eindigt bij die persoon. Echter, die persoon, en dan gaan we eventjes heel ver inzoomen. Die persoon loopt die kant uit. Waarschijnlijk is het even onze eigen fotograaf. Dat is natuurlijk wel grappig. Maar die persoon had even net even een fractie verder moeten lopen. Dan was die palerij precies bij die persoon uitgekomen. Wat je hebt gedaan is in ieder geval de schaduwpartij wat opgelicht. Hè, ten opzichte van dit beeld. De schaduwpartij wat opgelicht en de lichte partij wat donkerder gemaakt. Dat vind ik op zich, die schaduwpartij omhoog, vind ik een hele goeie. Maar je ziet nu ook dat er een soort vlak contrast ontstaat. Het is heel vlakkig. Ergens. Dus ik denk dat het is heel goed om schaduwpartijen wat op te lichten en de lichte partij bijvoorbeeld wat donkerder te maken. Dat kan natuurlijk allemaal. Maar zorg wel, ik heb het nu nog wat verder gedaan, dat het toch als het ware weer een contrast terugkomt. Dus ik ga eigenlijk iets heel tegenstelde doen. Ik haal de hooglichten eruit en de schaduwpartijen licht ik op en daarna ga ik het contrast wat boosten. En mijn gevoel altijd is, dan lijkt het alsof je eigenlijk het alles teniet hebt gedaan. En toch, als ik nu even het verschil laat zien tussen before en after... En dan ga ik eventjes ze weer zo neerzetten. Zie je dat toch op een of andere manier het toch wat contrastrijker lijkt. Terwijl de donkere partijen toch lichter zijn, de lichte partijen toch donkerder zijn. Dus wat ik heel vaak doe is hooglichten er wat uit, schaduwpartijen wat oplichten en daarna het globale contrast weer wat boosten. En dan krijg je toch een wat contrastrijk beeld zonder dat je in feite... al die dichtgelopen en donkere en lichte delen hebt. Dus ik vind het een prachtig beeld. Ik vind die palerij een hele serene lijn naar achteren hebben. Ik ga hem weer eventjes zo neerzetten. Dat we weer wat kunnen zien. Hele mooie kleuring zit er ook in. Misschien had je net even kunnen wachten dat die persoon net wat verder was gelopen. Dat hij heel mooi in die lijn van die palen terecht was komen. Maar ik vind een hele mooie compositie met een enorm indrukwekkende lucht. En zo'n palerij die helemaal in dat uitgestrekte zand naar achteren lopen. Dan heb je deze ook. Even kijken. Dit was het origineel. Dit is het bewerkte beeld. Dit was in de nacht. We zijn toen bezig geweest met de vuurtoren. Helaas was het bewolkt. Maar de vuurtoren is natuurlijk wel heel gaaf. Want die vuurtoren die geeft altijd licht. En wat je hier heel mooi ziet zijn eigenlijk de stralen van de vuurtoren. Die een heel raar schaduwpatroon werpen op de bewolking en op de... omliggende bossen bossen van Holm rond de vuurtoren. En het grappige is, ook hebben we geen sterren, dat je toch een heel spannend beeld kunt creëren. Ik vind die schaduwpartijen en ik vind die kleuring in de lucht, ik vind het ontzettend mooi. En eigenlijk vind ik je bewerking ook erg mooi. Je merkt wel dat uiteindelijk dit beeld, het mist iets. Het zou iets extra's kunnen hebben. Er zou toch even de maan doorheen moeten zijn. Was er maar geen maan. Want ik had precies ook gepland dat er geen maan zou zijn in de hoop op een heldere nacht. Maar goed. Of dat er toch een paar sterren doorheen zouden zijn gekomen. Of dat er iets in die voorgrond iets zou kunnen gebeuren. Ik vind het een hele mooie setting. Ik vind het mooi nabewerkt. Maar je merkt gewoon dat het geheel mist iets extra's aan onderwerp.
ja, daar kunnen we nu niks aan doen, dat kan ik er niet bij shoppen. Maar je merkt gewoon dat het net even wat mist, waardoor het totaalbeeld ja, een soort omlijsting vormt voor iets in potentie, wat het helaas net niet is geworden, want je mist gewoon dat aandachtspunt, dat konijntje. We gaan door naar de volgende. Dat zijn deze twee beelden en dan ga ik onderwijl even kijken wat erbij beschreven staat. In de bijlage een foto's voor de fotobespreking en de opdracht die we de laatste ochtend hadden. Mijn serie van 3 is een zwart-wit, maar ik weet niet wat de anderen van mijn groepje gedaan. Oh, dat was de laatste ochtend. Nee. Wat betreft de foto's voor de bespreking. Foto 1. Niet net voordat ik deze foto wilde maken, liep iemand langs dit water. Ik zal geen namen noemen. Zou ik dat zijn? Oké, misschien ben ik het wel geweest. Oké. Toen heb ik gemopperd, maar nu twijfel ik of de voetstappen nu juist een toevoeging zijn of niet. Oké, in de tweede foto. Het weer was die dag erg afwisselend. Regen, natte sneeuw, maar ook prachtig zonlicht en wat voor mooie contrasten zorgde. Deze foto heb ik horizontaal gespiegeld, omdat mij gevoelde lijnen in het landschap hierom vroegen. Ik twijfel of dit de juiste keuze was vanwege het licht of nu dat nu van links komt. Nou, we gaan even kijken. De voetstappen. Even kijken. De voetstappen waren daar. Ja, dat zou zomaar ik geweest kunnen zijn die daar de voetstappen heeft gedaan. Of was het dit beeld waar we nu de voetstappen zien? Oh, dit, ja, nee. Ja, dat was ik. Oh, ja, excuses. Ja, dan moet ik het natuurlijk nu heel groot zeggen. Ja, de voetstappen voegen wat toe. Weet ik niet. Ik vrees dat ze mij toch wat afleiden, die voetstappen. Aan de andere kant, als je ze nu weglaat, blijft er wel heel weinig beeld over. Het enige aandachtspunt wat we hier nog hebben, is die boeien in zee. En ergens zitten die, nou dan ga ik toch een beetje naartoe redeneren. Ergens zijn die voetstappen toch wel een soort leuke toevoeging naar die boei toe. Alsof daar iemand naar die boei heeft gelopen. Ik denk dat als die voetstappen weg zouden zijn, dat het wel heel erg kaal was geworden. Het enige wat ik nu wel merk, en dat is denk ik wel even een aandachtspunt waar je over na kunt denken. Licht trekt aandacht. Nou, wat hebben we als licht te delen? We hebben hier in de voorgrond, wacht even, ik zat even zo. We hebben hier in de voorgrond hebben licht en we hebben die lichte wolk. En wat ik merk aan mijn blik is dat ik continu naar boven, naar beneden, naar boven, naar beneden kijk. En ook al vind ik hem waanzinnig mooi, die wolk, ik ga toch even kijken wat er zou gebeuren als ik hem zo ver ga kroppen dat ik die lichte wolk kwijtraak. Dan hou ik dit over. Dat is in potentie wel een stuk minder spannend. Echter, ik tunnel nu wel die blik van de kijker. Op het moment dat ik nu ga zeggen, oké, ik ga dit dit contrast even wat verder boosten. Kijk, weet je, ga ik dat contrast wat verder boosten. Misschien dit een klein beetje uit, zoiets. Weet je, ga ik zoiets doen. Oh, ik zie trouwens wel een aardige sensorvlek daar zitten. Dus die moet ik er wel eventjes voor je uit. Die ga ik wel even uithalen. Dat is natuurlijk een beetje zonde, dit. Wat ik overigens ook zie, is een behoorlijke... hoe heet dat ook weer? Moiré-effecten. En dat komt denk ik door de lenscorrectie. Maar die zit bij jou in het beeld. Zie je dat? Zie je dat? Als ik hem nu... Zie je allemaal van die... Daar moet je heel eventjes nog naar kijken. Want dat is wel apart. En dat zou kunnen te maken met toch een heftige bewerking die je over hebt losgelaten. Toch een wat te heftige bewerking. Maar wat ik nu merk is dat mijn blik gewoon veel meer in het beeld blijft. Terwijl bij die vorige was ik ook met daarboven bezig. Dus... Ik zou dit, en weet je, ik ben helemaal nooit zo van de vierkante uitsneden. Maar zullen we eens kijken of het, is het al vierkant? Nee, het is net geen vierkant. Oh, wat we dan van kunnen maken, wat is het ook weer? Is dat 4x6? Ja, 4x6 is, nee, niet 4x6, zeg ik nou weer. 5x6. Aspect ratio 6x5. Dat is net geen vierkant en net geen rechthoekig. Een soort Hasselblad-formaat. 5x6 ziet er heel chic uit. Nou, kijk eens aan hoe chic dit eruit ziet. Maar zie je wat ik bedoel? Dat ik nu mijn blik wel heb getunneld. Dat je kijken wat meer leidt. En dat nu de voetstappen toch echt wel iets toevoegen. De volgende, daar heb jij gespiegeld het licht. Ga ik hem even stiekem terugspiegelen. Om te kijken of dat... Lastige. Ik denk dat dit lekkerder kijkt. En het heeft vooral te maken met het feit dat wij natuurlijk ook van links naar rechts kijken. En het licht nu van rechts komt. En dat is van ons wat fijner. Wij vinden het fijn dat we naar rechts kijken. En net zoals hier. Licht komt van rechts. Dat je
naar rechts kijken en daar het licht vandaan komt. Als ik hem niet spiegel, ik kom nu het licht van links. Mijn blik wil naar rechts, maar tegelijkertijd willen we naar het lichte deel kijken en kijken we naar links. En dan krijg je een soort spagaatgevoel. Dus nee, ik denk in dit geval dat ik het niet zo heel mooi vind. Wat je verder heel erg merkt, en dat heb ik al heel vaak gezegd, is dat bij staande foto's 2x3, want dit is 2x3 formaat, heel erg krap en smal en hoog oogt. Heel raar, want als je hem liggend maakt, dan oogt dat niet zo smal. Maar dat heeft met die staande beeld te maken. En wat ik vaak doe, en dit beeld leent zich daar perfect voor, is hem kroppen naar 4x3. Nou, je hebt al bijna 4x3 gemaakt, maar het is nu nog meer 4x3. En je merkt al, dat kleine stukje kroppen zorgt er wel voor dat het minder krap en smal oogt. En op een of andere manier oogt hij nog steeds hoog. Maar dat heeft natuurlijk met die enorme belijning te maken. Maar tegelijkertijd wat minder krap. Ik vind die achtergrond wel zo mooi dat ik me ook niet afvraag, goh, zouden die er nog een klein stukje meer van kroppen? Maar het is natuurlijk prachtig, die relief in de voorgrond. Maar er zit zoveel dat eigenlijk die achtergrond, waar mijn blik naartoe gaat, bijna in de vergetelheid dreigt te raken. En ik denk dat als ik het zo maak, dat ik dan merk dat ik dan meerdere mooiere balans heb tussen voor- en achtergrond. Nou, je hebt waarschijnlijk enorme groothoek gebruikt, 16 mm. Ja, misschien had je wel 24 moeten gebruiken. Kijk, perspectief, hè. Hoe groot en mooi groothoek ook is, je achtergrond verdwijnt. Kijk dus heel goed naar of het soms niet interessanter kan zijn om toch iets verder in te zoomen, eventueel een stap naar achteren te doen, waardoor je weer die voorverhouding tussen voor- en achtergrond kan veranderen. Daar heb ik ooit een tutorial over gemaakt. Ik zal de link even hier weer onder zetten. Dan kun je daar weer eens naar kijken. De verhouding tussen voor- en achtergrond door middel van je afbeeldingsmaatstaf en je perspectivische verkleining. Wat gebeurt er als ik naar voren ga en uitzoom of naar achter ga en inzoom? In dit geval denk ik iets naar achter en wat inzoomen had een betere verhouding tussen voor- en achtergrond gekregen. We gaan snel door naar de volgende. We hebben nog 3. Ik ga kijken wat erbij beschreven is. Ik heb je 2 foto's gestuurd voor de fotobespreking. Beetje laat, ik weet het. Nou, ik ben nog veel later, dus dat maakt allemaal niet uit. Dus te laat is, snap ik, geen probleem. Nee hoor, geen probleem. De eerste foto heb ik genomen op het strand vrijdagmiddag. De foto intrigeert mij, omdat er een balk dwars doorheen lijkt te lopen. De zon gaat wel erg in het midden onder. Ik heb hem ook met de zon meer naar rechts, maar die vind ik zelf wat minder. De tweede foto was op zaterdag op het wat en het licht werd steeds meer paars. Maar misschien is het ook wel iets te veel. Daarnaast heb ik deze foto ook zonder paaltjes aan de rechterkant, maar deze had toch mijn voorkeur. Als je gaat beschrijven, ben ik benieuwd wat je ermee gaat doen. Ik heb overigens zelf niets aan gedaan. Ik dacht dat dat ook de bedoeling was. Nou, we gaan eens even kijken. Dus een balk. Ja, ik zie het. Er lijkt een balk doorheen te lopen. Nou, wat ik wel mooi vind aan dit geval. Hè, je zegt, ik heb erg veel de zon in het midden. Ho, van de wielen. Even zo. Ik heb de zon wel erg in het midden zitten. Dat ben ik met je eens. Maar tegelijkertijd, door die zon in het midden te houden, krijg je echt zo'n soort van voor naar achtergrond, zo'n tunnelwerking. Je zuigt mij nu naar het midden toe. Op het moment dat de zon links of rechts is, dan had ik eigenlijk daar ook een balans in willen hebben. Dus had ik iets, een tegenhanger willen hebben. Vaak een voorgrond die bijvoorbeeld links begint met een lijn van links naar acht. Weet je, dan is het vrij logisch dat je op die manier de negatieve ruimte anders gaat verdelen. Maar we hebben een voorgrond die symmetrisch is. We hebben een aantal lagen die symmetrisch is. Dus dan kan de blikveld, ja, er is geen links- of rechtsrichting. Dus is het ook vrij logisch dat ik mijn blik naar achteren laat gaan. Dus nee, ik vind het een prima keuze op dit moment. Dus wat mij betreft had je het ook prima zo kunnen laten. Vind ik het prima zo helemaal. Ik zit een beetje weer te peinzen. Denk maar aan het voorbeeld dat ik net besproken heb. Ik heb nu ook weer die lichte lucht erboven. En die lichte lucht geeft eigenlijk het gevoel van, oh, het is maar een klein wolkje. Dan denk ik bij mezelf, wat voor blik zou je gekregen hebben als ik nu niet die lichte lucht erbij had gepakt, maar ik had hem in dit geval weer 16x9 gesneden. Overigens staat hij een scheetje beef, dus dat gaan we ook maar eens even corrigeren. En ik zeg, nou, ik ga die lichte lucht er helemaal afhalen en ik hou alleen dit beeld over. De grap is, wij als mensen vullen alles in. Alles wat buiten het kader is, vullen wij in. En nu vul ik het in alsof er een gigantische wolk helemaal over mijn hoofd uitstrekt, een gigantische donkere lucht, zonder die lichte balk er weer boven. Jouw foto gaf mij aanleiding, oké, het is maar een klein balkje van een wolk. Maar dit niet. Dit geeft nu het gevoel alsof er juist maar een klein gaatje zit waar die zon doorheen priemt. Ja, en dan, ik zie natuurlijk dat er een sensorvlek is. Die ga ik even voor ogen. Er zijn een paar sensorvlekken. Oh jeetje, zie je dat? Allemaal sensorvlekken. Nou, die ga ik heel eventjes voor je weghalen. Kijk. Oh,
Even kijken, zit er dan nog meer? Ja, die ga ik eventjes voor je weghalen. Nou, dan moet je zelf maar eventjes later naartoe kijken. Even een berg sensorvlekken. Hoe komen die sensorvlekken? Nou, ik vermoed dat je met een behoorlijk diafragmagetal F22 hebt gewerkt. Ja, en dan komen ze natuurlijk behoorlijk naar voren. Dus je moet je afvragen, is het een hele vieze sensor? Ja, heb je daar last van? Nou, als je bij F8 of bij 11 deze vlekken niet ziet, zou ik me nog niet zo zorgen om maken. En wat ik nu ga doen, ik ga eigenlijk weer even die hooglichten kijken. Kijk eens, ik ga ze niet te veel eruit halen, want dan krijg je weer die lelijke vlek. Alhoewel, het gaat nog best goed. Maar ik ga hem toch lekker een klein beetje donkerder maken en dat contrast. Moet je eens kijken wat er gebeurt. En dan kun je zelfs besluiten, als je dat leuk vindt, om te zeggen, ik ga er ietsjes vignettering aan toevoegen. En moet je eens kijken wat de dramatiek er nu ontstaat. Ik ga even het verschil laten zien. Zo. Tussen before en after. Kijk eens. Zie je dat er nu veel meer dramatiek in het beeld zit. En door die crop, ja dat laat hij nooit zien. Before en after laat hij nooit die crop zien. En door die crop te maken, krijg ik nu het gevoel alsof er maar één gat in de bewolking zat. Waar precies de zon doorheen kwam. Ik vind dat wel fraai. Volgende beeld. Je zegt, het was wel heel erg paars. Het was ook paars. Ik heb mijn foto's erop nageslagen. Het was ook ontzettend paars op dat moment. Dus nee, ik vind dit niet te. Ik zit wel een beetje met goh, wat zien we hier aan palerij? Je ziet een palerij, je ziet, het is een vrij rommelige voorgrond. Maar tegelijkertijd, ik ga me in ieder geval even, laat ik hem beginnen, eventjes recht te zetten. Want die staat natuurlijk ook weer ook een scheetje beef hier. Je hebt weer gewerkt met lange sluitertijden, waarschijnlijk ook weer met F22. Ik zou toch uitkijken met te veel die grote diafragmagetallen gebruiken. Liever pak je gewoon een goede grijsfilter. Ik ga ook even hier dus, ja, dat is natuurlijk weer hetzelfde. Dan moet ik natuurlijk ook hier, moet ik hem weer, kijk, al die sensorvlekken die erin zitten. En dat zijn er nogal wat. En ik ga ze niet allemaal eruit halen. Dus het is een beetje quick and the dirty. Maar dan hebben we in ieder geval de ergste eruit. En ook hier weer hetzelfde trucje. Ietsjes. Kijk, moest kijken wat er gebeurt. Zie je hoeveel doortekening er in jouw rolfile zit, in dit geval in de hooglichten. Nou zie je wel dat die voorgrond heel donker is, dus ga ik toch een beetje oplichten. Kijk, en nou komt er dus wat mee met, moet je eens kijken hoe mooi die palen nu uitkomen. Dus uiteindelijk vind ik dit wel een hele fraaie. Ook deze zou ik zelf zeggen, ik vind die voorgrond best wel aan de rommelige kant. Dus ook hier ben ik toch weer geneigd naar die 16:9 crop. Dan ben ik iets van die voorgrond kwijt. Staat hij nou recht of niet? Jawel toch, ja. En moet je eens kijken wat een fantastische kleuring er nou in zit. Ik zal weer even het verschil laten zien. Moet je eens kijken wat een enorme hoeveelheid aan informatie in jouw rolfile zit. En nu zie je dat die rommeligheid wel iets meevalt. Ja, ik vind die paarse kleuring prachtig. En dat hele uitgebeten wit, dat blijkt helemaal niet zo uitgebeten wit te zijn. Die informatie zat allemaal keurig netjes in jouw beeld. Dus hou altijd dat histogram in de gaten om te kijken of je daadwerkelijk al die informatie in je beeld hebt. We gaan snel door naar de volgende. En dat zijn deze beelden. En ik ga even kijken of er iets bij geschreven staat. Nee. Nou, dat is duidelijk. Dan mag ik zelf lekker aan de slag. Zo. Het eerste beeld is deze. Heel mooi goudgeel beeld. En als je goed kijkt, lijkt daar een vogel te zitten. Maar dat is niet zo. Er zit geen vogel zitten. Oké, ik heb hem iets uitvergroot, want het beeld was kleiner aangeleverd. Wat ik leuk vind, is dat slingerende slinkje daar in de verte. Vind ik, weet je, dat geeft. Alleen, je ziet wel, aan de linkerkant zit hij net tegen die rand aan. Kijk daar enorm mee uit. Doe niet te krap iets kaderen dat net tegen die rand aan zit. Dat wrikt en dan gaat de kijker geheid denken van ja, net niet. Dus zorg ervoor dat je dat soort dingen of ruim kadert dat het echt in het beeld zit. Of desnoods helemaal afsnijdt. En dat kan je zelfs hier ook nog besluiten om te doen. Je kunt natuurlijk zeggen van ja, shit, ik heb te, vervelend, ik heb te krap gekaderd. Dus wat doe ik dan? Dan ga ik hem juist doorsnijden. En de grap is, hij is nu juist doorsneden. Maar dan zou ik misschien zelfs nog wat meer doen. Zo. De grap is nu dat de kijker gaat het afmaken in zijn hoofd. En omdat hij echt doorsneden is, gaat de kijker nu in zijn hoofd, zie je nog steeds die slinger erin zitten. Zie je dat? Hoewel ik hem een stuk eraf heb gehaald. Ik weet niet of dit uiteindelijk beter is. Ik denk dat ik hem gewoon even voorlopig even gewoon zo laat zoals hij was. Maar kijk enorm uit met te krap kader. Aan de bovenkant zie ik overigens dat daar wel nog iets zit. Iets donkers waarvan ik denk, ja dat zou er misschien niet in hebben gehoeven. Dus daar zou ik wel zeggen, kader daar iets krapper. Zodat je dat donkere randje daar kwijt bent.
En dan kun je zeggen, dan ga ik dit bijvoorbeeld doen. Nu snij ik hem, ja, dan snij ik hem toch niet genoeg af links. Ik ga hem toch een stukje snijden links. Oh, de andere kant uit. Ik ga hem een stukje zo snijden. Ik vind het lastig. Ik vind het lastig. Nee, ik doe het toch weer niet. Oh, lekker wispelturig vandaag, hè. Maar ik vind wel belangrijk dat het donkere randje aan de bovenkant eraf is. Dan doe ik het gewoon even zo. Want nu zie je eigenlijk, als dat donkere randje geeft een soort einde aan van iets. En nu gaat het oneindig door. Die lijn zit er prachtig in, had net iets meer ruimte links mogen hebben. Ook weer zo'n prachtig goudgeel beeld van aan de ene kant, en ik weet niet precies wie daar wegvliegen, maar vervolgens ook die schoolexers die daar zo heerlijk staan. Ook hier zie je weer, aan de linkerkant zit natuurlijk zo'n afgesneden schoolexer, aan de rechterkant een afgesneden schoolexer. Die aan de rechterkant, we zouden kunnen kijken of we die er net af krijgen. Kijk, zie je, die zijn die rechterkant er net af. En dat geeft toch wat, vind ik, wat fijner gevoel geven. Dat je niet zo dat zo'n kontje nog net in beeld hebt staan. Wat je wel ziet is doordat je die hele beeld heel geel hebt gemaakt. En ik vermoed dat je dat in de nawerking hebt gedaan. Ontstaat een soort heel vlak beeld. En ik denk toch, kijk eens, als ik die hooglichten er eventjes een stuk inzet. En ik ga dat contrast toch wat boosten. En misschien de, zie je, het kan net wat sprankelender. Ik zal even het verschil laten zien. Zo, nou ben ik aan het klooien. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoelde dit beeld. En dan zo. Zie je het, bij jou is het nog wat vlak, nog wat grijzig. Door gewoon net dat contrast iets meer te boosten, krijg je nog iets meer sprankelend. Wordt het nog wat crispier als het ware. Dan gaan we naar het laatste beeld van jou en dat is deze. En wat mij hier meteen opvalt, is een toch wel een gevoel van behoorlijke heftige nabewerking. Heftige nabewerking zie ik vooral ook in de voorgrond. Er zit iets onscherps in. Tegelijkertijd zie ik een hele harde rand rond die vuurtoren ontstaan. En die komt vaak door de clarity. Hè. En ik kan het nog eventjes extreem maken, dan zie je het nog wat heftiger. De clarity, hè, dus de helderheid wat ophogen. En ik zie een soort grijsachtige laag. Ik heb toch het gevoel dat je hier te ver bent doorgeschoten met een stuk bewerking. Ik denk dat als dit wat donkerder was geweest en deze ook wat, ga ik eigenlijk precies er niet doen wat ik normaal gesproken dus wel doe. Dus ik ga het eigenlijk een beetje, er zit een soort harde bewerking over. Het is een keuze. Ik vind het zelf niet al te mooi als ik heel eerlijk ben. Terwijl de setting prachtig is. Precies die donkere lucht, die donkere rand boven die vuurtoren, die voortoren al net in dat licht. Die scherm van regen daarachter. Ik vind de setting echt heel mooi. Ik vind de compositie, de uitsneden vind ik heel mooi. Maar ik vind de bewerking, het komt wat vuilig over op dit moment. En ik weet het, dat is een geheel persoonlijk verhaal. En daarom dat ik ook mijn eigen mening daarin geef. Ik zou er zelf nog een keer naar gaan kijken, naar die bewerking. Om iets minder hard te maken. Iets minder, het lijkt alsof het een soort gesmoothed is. Het lijkt alsof er een soort laag overheen zit. Alsof het een soort, ik weet niet precies wat je hebt gedaan, maar kijk er nog eventjes kritisch naar. We gaan naar de laatste beelden. En dat zijn deze beelden. En ik ga weer eventjes naar de beschrijving kijken en de vragen. Hier bij mijn foto's van aanbeland. Je had al eerder gezegd, ook een foto van de vuurtoren en nog twee foto's van de vuurtoren. Je had al eerder gezegd, ook een foto van de vuurtoren en nog twee. Die foto van de vuurtoren heb ik geen vragen over. Die mag je eventueel buiten bespreken. Nou, dat doen we natuurlijk lekker niet. Over nummer 36 heb ik de vraag. Kun je bij dit soort abstractere foto's nog wel van gelaagdheid spreken? Uiteindelijk niet zwart-wit gemaakt. De kleur van de spiegeling was zo mooi. Ook het witte schuine deel bovenin viel dan weg. Je ziet, ik heb ervoor gekozen om het helemaal onscherp te houden. Goede keuze, ik hoor graag je opmerkingen. En nummer 95. Is het voldoende gelaagdheid? Of ben ik nu juist doorgeschoten? Je ziet, ik heb hem gespiegeld met dank aan twee medefotografen die precies goed stonden. Ook hier natuurlijk graag je op- en aanmerkingen. Nog bedankt voor je fantastische weekend. Nou. Nee, dit is geen gelaagdheid meer. Tenzij je natuurlijk, gelaagdheid heeft natuurlijk een aantal. Je hebt vormlagen, inhoudelijke lagen en je hebt associatieve lagen. Vormlagen zijn vooral hoe heb ik de foto gemaakt en wat voor keuzes heb ik daarin gemaakt. En heb ik daardoor gelaagdheid aangebruikt. Bijvoorbeeld de bepaalde technieken die je hebt toegepast, de keuze voor zwart-wit.
keuze voor. Nou, denk aan allerlei vormen zoals ICM, denk aan vormen als dubbele belichting, denk aan vormen als nou, abstractie, dat soort zaken. Dat zijn allemaal vormlagen. Inhoudelijke lagen zijn natuurlijk lagen die te maken hebben met wat je ziet in het beeld. Meerdere elementen samen in het beeld pakken, keuze voor bepaald licht in het beeld pakken, misschien een bepaald documentaire inhoudelijk verhaal in het beeld pakken. Dat zijn inhoudelijke lagen. Maar het kan natuurlijk ook de keuze voor contrast, dat kan ook de keuze zijn voor bepaalde composities, etc. En dan heb je associatieve lagen, en dat zijn lagen die vaak met het gevoel te maken hebben. Wat ervaar je met een beeld? Hoe kan een beeld aansluiten op bijvoorbeeld een bepaalde emotie? En dat zijn natuurlijk hele moeilijke lagen. En dat zou best kunnen zijn dat je daar hier een bepaald gevoel bij hebt. Ik vind het meer een abstract. Dus vind ik het gelaagd? Nee, ik vind het niet gelaagd. Vind ik het mooi? Jazeker vind ik het mooi. Ik vind het een wat abstracter beeld. En wat ik jammer alleen vind, en dat is eigenlijk bijna altijd een beetje mijn... Ik ben natuurlijk ontzettend perfectionist. Is bijvoorbeeld aan de onderkant zie je net weer dat stukje wat hier afgesneden is. Dat vind ik zonde. Want ja, dat wrikt een beetje. Kijk, deze rechter niet. Die is echt mooi doorsneden. Maar hier links zie je ook net dat daar wat... En dat is natuurlijk heel moeilijk. Dat geef ik toe. Want al die vormpjes die zitten ergens en je moet maar de goede compositie hebben. Maar ik denk dat ik zelf echt had geprobeerd om... Vaak is de truc kader ruim zodat je met je uitsneden nog wat kan spelen. Ik denk dat die in zwart-wit ook wel mooi kan zijn. Hoewel ik de subtiele kleur hierin ook wel fraai vind. Dus ik denk dat ik hem niet naar zwart-wit zou zetten. Ik vind het een abstract beeld. Door het wat onscherp te houden, creëer je diepte. We hebben het natuurlijk in het veld, of eigenlijk op het strand ook over gehad. Op het moment dat je diepte creëert, dan geef je een bepaald idee mee. Op het moment dat je probeert alles scherp te houden, wordt het eigenlijk een soort plat vlak en creëer je echt een abstractie. Dat is natuurlijk een bepaalde keuze. Die andere zeg je, gelaagdheid. Ja, hier zit natuurlijk een gelaagdheid in. Wat zijn de lagen die we even leuk, wat zijn de gelaagden? Natuurlijk de gelaagdheid is jouw compositiekeuze. He, de keuze van dat water, maar tegelijkertijd ook... Die keuze, dat vind ik heel leuk in dit beeld. Je ziet die voetstappen en die eindigt daar in die fotograaf. Dus die fotograaf is daar naartoe gelopen. Maar tegelijkertijd zie ik daar ook een fotograaf en daar loopt dat water naartoe. Dus die is eigenlijk door het water heen gelopen. Dus ik ga een soort verhaal verzinnen als kijker. Je gaat er een bepaald idee bij vormen. Dus ja, ik vind dat heel erg leuk. Ik vind het een hele leuke gelaag. Wat je wel merkt is dat er een hele extreme compositie ontstaat. Hij is heel erg ver naar rechts. Waardoor je kunt afvragen of dat hele grote deel aan de linkerkant wel toevoegt. Dus ik kan me bij dit beeld ook best voorstellen dat je zegt, ik ga toch nog een klein beetje meer snijden. Waardoor mijn fotografen in dit geval wat minder extreem aan de rechterkant staan. Zie je? Ze stonden heel extreem, omdat je natuurlijk heel veel ruimte links had. En door wat minder ruimte links te pakken, krijg je wat minder extreem en aan de kant zitten. Maar nee, ik vind het een heel leuk beeld, omdat je gaat als kijker een verhaal erbij verzinnen. De ene loopt over het strand en de ander trekt een spoor van water. Hoe kan dat? En dan die foto van de vuurtoren, daar zijn we natuurlijk heerlijk mee bezig geweest met die vuurtoren. Nou, je hebt hem behoorlijk opgelicht, zoals ik hier zie. Echt behoorlijk opgelicht, wel zoverre dat nu ook hij behoorlijk ruisig wordt. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk, wat heb je gepakt? Je hebt hier 1 seconde, nou dat hebben we natuurlijk gezegd, in die 1 seconde ISO 6400 f2.8. Misschien had je toch moeten kiezen om net wat langer te belichten, 1,5 seconden, 1,6 seconden, waardoor je wat meer licht had gekregen. Misschien had je zelfs naar ISO 12800 gekund. Want ik zie nu dat er een enorme ruis ontstaat. Maar dat heeft ook te maken met dat je de lenscorrectie hebt aanstaan. En zeker in de nacht zet ik die eigenlijk nooit aan, waardoor ik een vignettering krijg. Ik ga lekker die vignettering nou weer terugbrengen. Kijk eens wat er gebeurt. Als ik die vignettering nou weer terugbreng, eigenlijk de vignettering die de lenscorrectie eruit heeft gehaald. En vervolgens ga ik gewoon het contrast weer iets boosten. Dan zie je dat die ruis wat lijkt te verdwijnen nu op dit moment. Ik maak gewoon een klein beetje donkerder weer. Die clarity een klein beetje hoger. Ja, je ziet natuurlijk dat er enorme ruis zit, maar ik zit natuurlijk nu op een nabewerkte JPEG te denken. Dus ik ga kijken of ik die ruis er iets uit kan halen. Dus ik ben nu natuurlijk vreselijk aan het handen op een zwaar nabewerkt beeld. Maar kijk even of je het op deze manier kan doen. Zet die lenscorrectie niet aan, of althans niet de vignettering daarvan. En kijk of je toch... kijk eens wat er gebeurt als je nu met die nieuwe denoise werkt. Hè? Die denoise, ja, die kan nu niet, want er zit in een JPEG. Maar die nieuwe AI denoise, dus die Artificial Intelligent Denoise, werkt ontzettend mooi. En dan kan je die ruis er heel mooi uit krijgen. Dit waren de foto's van de allereerste Wadders Workshop op Ameland. Die helemaal ging over een soort gevorderde stappenplan van fotografie en een stuk gelaagdheid. Wil je mee volgend jaar? Ik ga binnenkort de data bekendmaken. Dus dan hoop ik je daar te zien. Natuurlijk, vergeet ook niet even te abonneren op mijn nieuwsbrief.
zodat je altijd op de hoogte blijft van nieuwe artikelen, tutorials, making-offs, maar ook alle ontwikkelingen rond workshops. Abonneer je ook even op het YouTube-kanaal, zodat je altijd op de hoogte blijft van wanneer ik weer een nieuwe video online plaats. Ik ben een poosje wat minder geweest, maar ik hoop, want ik zit heel veel achterstallig werk, dus ik hoop de komende weken wat aan de slag te kunnen gaan met meer wat montages, zeg maar. Kijk ook even op mijn website, onder andere naar alle workshops. En wie weet zie ik jou in 2024 op een van de vele activiteiten. In ieder geval heel veel succes!